Yo, welkom bij een nieuwe Clash of Clans video. Ik zie jullie na de intro. Tof dat jullie kijken allemaal naar deze nieuwe gloednieuwe Clash of Clans video. Het is een tijd geleden, echt, dat is het zeker. Ik start nu de opnameprogramma 3, 2, 1 opnemen. En dan kan tegenwoordig video's opnemen Apple. Vroeger kon dat niet. En toen weet ik eigenlijk niet hoe je dat moest doen. Maar ik zet eerst even die geluid uit. Maar wat we vandaag gaan doen. Er was een nieuwe update. Er was een nieuwe update. Of er is nog steeds een nieuwe update. Dan moet je eerst naar dit gaan. Naar deze ding. En dan zijn deze dingen. De Party Wizards. Feesttovenaar. In Engels Party Wizards. Die zijn echt splinternieuw. Deze die krijgen we ook niet elke dag. Dus daarom ga ik die ook gebruiken vandaag. Ik weet niet of ik die nog in heb staan. Dus gaan we proberen zoveel mogelijk Party Wizards te gebruiken. Nog 5 extra erbij. 1, 2, 3, 4, 5. Dan... Oh, kan 8 erbij. Wow, dat is wel veel 8. Ga ik dat jammen, want ik heb 238 edelstenen. En dat is best handig als je dat hebt. Dus we gaan eventjes een aanval doen. Maar daarvoor, ja, de clamor doen we dadelijk. De clamor doen we dadelijk. We gaan eerst even een aanval zoeken. Ik zie jullie als ik een aanval heb gevonden. Zo, ik heb eindelijk weer een aanval gevonden. Het is, hoe heet het, het is een status level 11 en dat is best wel sterk. Maar de hele tijd aanvallen en dan naar je webcam kijken, dat is soms wel moeilijk. Dus dan moet je niet je dingen, niet je iPad op je schoot doen, want dan kan je niet makkelijk gaan kijken. Dus we gaan eerst eventjes deze muurbrekers erin zetten. En dan zijn we binnen met de bowlers. Ja, dat zijn bowlers. Nee, dat zijn geen bowlers. Oh, ik heb zo lang geen video meer upgeload. Van Clash of Clans, dus ik moet even wennen. Dat zijn... golems, ja. Dat zijn golems. Dat zijn geen bowlers. Dus dan gaan we eerst even dat doen. En ik kan dadelijk ook nog iets upgraden. Wat we gaan doen, zeker weten wat we gaan doen. Ik ga sowieso upgraden. We pakken deze stadhuis. Pakken we de stadhuis. We pakken de stadhuis. Nice. En dan gaan we hier een heal plaatsen. En een sprongspreuk. Of een, wat is dat voor spreuk? Kloonspreuk. Die kloonspreuken zijn echt op zich heel handig. Want. Oh shit, daar heb ik niet op gerekend. Want die kloonspreuk kunnen tovenaars. Boogjes, barbaren en al die kleine grondtroepen zoals bowlers kunnen die allemaal klonen. En dat is best wel handig, dus ik geef jullie ook meer tips in Clash of Clans. Want het is best wel een leuk spel. Het is een verslavend spel, zeg maar wel. Sommigen zeggen dat ik verslaafd ben, maar ik ben niet zo erg verslaafd dat ik op het tv-programma verslaafd moet zijn. Maar ik kan ook op zich wel zonder. Ik doe ook soms naar werk gaan. Ga ik naar de boerderij. Check zeker Doenima Sporten. Hier zo staat het, de naam. Doenima Sporten. Dus dat was de aanval. En daar doe ik op boerderij vlogs op Doenima Sporten. Dus we gaan even een nieuwe troep maken. En we gaan iets upgraden. Wat heel mooi is. Upgraden, dat moet je ook altijd doen. Want anders kom je vol te zitten. We hebben 33. Oh, we hebben. Ik kom niet aan mijn woorden, man. We hebben 133.000 edelstenen. We hebben 133.975 elixir. Oh. Zo, ik ben weer terug van alles stotteren. Wat heel moeilijk is soms. Ik heb 133.975.000. Ja, goed gezegd. Eindelijk. Want
het beste, soms is het best wel moeilijk alles zeggen heel snel achter elkaar. En dan praat je heel snel en dan praat je heel snel. Maar we gaan niks hier op creden. Dit doen we als laatst. Deze spreuken doen we als laatst. Dus die gaan we niet doen. We gaan, dames en heren, gaan we de koningin? Nee, dat kan nog net niet. Dan moet ik even sparen in het weekend in livestreams. In deze weekend, in welke dag is het? Het is dinsdag 13 augustus. In deze zaterdag, misschien komt deze donderdag online of zo. In deze zaterdag komt hij online. De livestream op Keizer Gamers met Clash of Clans, Boom Beach, Minecraft, Heyday en nog veel meer. Dat is wel chill. Dus we gaan nu even de... Hoe heet het? We gaan, dames en heren, de Bewaren Koning upgraden. Binnen 3, 2, 1. Upgraden maar. Nice, 5 dagen wachten en 11 uur. Dus dat is best wel handig. Want die gaat dan naar level, even kijken welk level. 31 volgens mij, ja. 31 gaat hij, wat heel chill is. En dan gaan we eventjes hier bij de buildbase kijken wat we kunnen upgraden. Ik heb natuurlijk veel elixir. We kunnen één ding upgraden en dat gaan we ook doen. De nachtheks. Vleermuizen, scherm, transformeert, vernietigen in een scherm van 2 vleermuizen. Dus er komen weer 2 vleermuizen erbij volgens mij. Zo ze zeggen. Waarom staan die pijltjes? Daar kan je niet op drukken. Dus 800 elixir. 800.000. 3, 2, 1. Go. Nice. Dus vonden jullie deze korte video leuk? Ik heb nu bijna niks te doen. Maar ik kan nog wel, voordat we het afsluiten, de clan laten zien. De clan. We hebben nieuwe leden erbij. Dat sowieso. Suriname is nieuw. Ik ken die niet. Maar die is nieuw. Burkai Sa is nieuw. Ken ik ook niet. Die is nieuw. Naruto is nieuw. Ken ik niet. Die is ook nieuw. En dat was het ongeveer. Maar de rest zit al heel lang in de clan. En die doneren ook gewoon keigoed. Kijk bijvoorbeeld Rodi. Die heeft 310 gedoneerd. En Raoul, dat ben ik. Maar daar kan ik even niet op. Robin is ook goed bezig. 186. Henk, die heeft net de oudste verdiend met 236. Vorige week oudste volgens mij. En de rest is It's Maze en Weiler en Luca. En dat was het. De Clanwar. Hadden wij vorige keer gewonnen. Wat helemaal top is, want weet je waarom? We hebben gewoon nu 90 Clanwar oorlogen gewonnen. 90. We zitten in de richting van 100. Als we de 100 hebben, vind ik wel een mooi aantal. Dus doe ik ook een livestream en misschien een video erover. Als we de 100 Clanwars halen. Dus dat komt goed. En de vorige Clanwar door gewonnen. Heel simpel. Van 28 tegen 0. Dus dat is perfect. Dus, vonden jullie deze stream leuk? Zet een blauw duimpje omhoog, abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer bij de volgende Clash of Clans video. Zeker abonneren, is gratis hieronder. We hebben bijna de 200 abonnees. We hebben bijna de 200 abonnees. Dus dat gaat lekker. Ik zie jullie bij de volgende livestream in het weekend. Tot daar.